Nou, dames en heren, we zijn nu bij het cafeetje Zalatan en we gaan pinchos halen. Het schijnt heel bekend te zijn in het Baskische gedeelte. En we gaan het even zo proeven. In Zalatan had je geen pinchos, dus we gaan naar het cafeetje tegenover. Alle bokka. Dan gaan we kijken of er pinchos zijn, dames en heren. We zijn nu in het cafeetje Alboca. Dit zijn de pinchos. Dit is krab, taart en garnalen. Dit is anchovies met peper. Ik heb koffie genomen. Nou, ik ga er even lekker van genieten. Heerlijk! There is no? Oh. Nou, we gaan verder op jacht. We zijn nu in een soort van karaoke bar. Ja, en hier hebben ze heel veel tapas. Heel veel. Dit is eentje met vis. En er zit best wel veel ham. Deze met aardappel. Nou, ik ga het ook proberen. Nou, tapas was heerlijk. En ja, je kan niet altijd feesten. Dus ik ga even mijn was doen. Ik heb de wasmachine afgesteld op pre-lavado, betekent voorwas, 30 graden, even kijken, 1200 toeren, ik denk dat het wel gewoon meer dan zat is. Ja. Baskische wasverzachter. Inicio. Ja, en hij doet het. Nou, ik ga even een beetje rusten. Ja. Nu de was eindelijk gedaan wordt, ga ik lekker even op mijn instrument spelen. Ja, dames en heren, ik sta eindelijk buiten. Het was best wel een droevig liedje. Het liedje heet Ben Yoruldum Hayat. Het betekent gewoon leven, ik ben moe. Ja, ik ben ook moe. Ik dacht om even brood te gaan weggooien. Nou, niet naar de afvalbak, maar meer naar de vissen. Het schijnt dat er in het rivier heel veel visjes te zijn. En ach ja, waarom niet? Beter dan in de afvalbak gooien.
eerste paar dagjes waren best wel leuk. Morgen gaat mijn grootste dag worden. Morgen ga ik naar de school en naar mijn werkplek. Dus ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat worden. En ja, er is heel veel wat uit te zoeken hier. Mensen zijn anders. De Baskische mensen die spreken ook een andere taal, het Baskisch. En ja, je hebt hier heel veel kroegjes. Dus het is gewoon letterlijk bijna elke dag feest. Je ziet kinderen op de plein. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, er is gewoon heel veel uit te zoeken. Nou, ik heb nog 3 maanden. En ja, dan gaan we kijken hoe het allemaal verloopt. Tot vanavond, tot later.